ben hier vanavond in Brussel bij Isabel de Borgraven en het is de allereerste editie van de Belmodo Beauty Night. En beauty is for everybody. En wij willen gewoon iedereen zo goed mogelijk in hun velletje laten voelen. Dus vandaar een Belmodo Beauty Night. Vanavond valt er ontzettend veel te beleven. Dus Plant Parfum, die zorgen voor een fantastische manicure, maar die kunnen je ook helemaal beautifyen door een toffe make-up. Dan is er Philips en die presenteren een aantal toffe producten die het leven gewoon eenvoudiger maken. Waaronder mijn favoriet, een krultang die je haar echt picobello laat. Uiteraard Signaal, die zorgen voor een mooie lach vanavond. Er zijn mensen bezig met microblading, er zijn mensen bezig met eyebrows, want als je brows maar goed zitten, dan is alles perfect. En uiteraard Clarins. Moi je trouve ça génial parce qu'on peut découvrir des marques et tester les produits directement dans une ambiance super chouette, rencontrer d'autres influenceurs, donc c'est vraiment chouette quoi. Er is van alles wel wat aanwezig van waar ik toch van hou, van beauty. Ja, je kunt hier van alles laten doen, nu helemaal mooi maken en dan ook wat lekkere drankjes en hapjes, dus dat is wel altijd iets waar ik voor klaar sta. Ik vind het kei leuk. Leuk concept. Tof om al die merken te leren kennen. Het is echt zo'n echte girls night. Een kleine bijeenkomst waar we alle tips en tricks van komend jaar kunnen spotten en leren kennen. Ik heb al super toffe positieve reacties gekregen. Mensen leren ook heel veel bij. Dus ik ben blij dat ik mijn beauty secrets kan delen. Verschillende standjes dat je kunt gaan van verschillende producten, merken. Altijd iets nieuws, iets voor de handen, iets voor het gelaat, iets voor de nagels, iets voor het haar. Ja, ik vond het eigenlijk echt goed. Mon rituel de beauté, j'irais toujours bien se nettoyer le visage. Comme Kim Kardashian dirait, ne jamais se toucher le visage avec les mains, mais ça, impossible. Et voilà, se maquiller avec des produits qui nous vont bien, qui nous correspondent, être naturel et voilà. Met drie kinderen is een beauty ritueel hebben niet zo eenvoudig. Maar alsnog smeer ik tot 7 producten. Hè. Ik vind dat heel belangrijk. Ik verzorg vooral mijn huid heel goed. Ik ga nooit slapen zonder de make-up eraf te halen. Dat vind ik wel heel belangrijk. Sowieso altijd mijn gezicht wassen met koud water om goed wakker te worden. En een goede dagcrème, dat kan wel verschillen van winter, zomer. En bij mij is het altijd helemaal mijn make-up routine dat ik dan helemaal doe. Want zonder ga ik niet de deur uit. Dus. Gewoon wat water in mijn gezicht en dagcrème en dat is het. Een beetje schmink misschien, maar niet zo heel veel.